Het gaat natuurlijk om een land en er moest iets gebeuren om de beurzen te kalmeren, maar toch, het kan er niet goed in bij mij. En ik vermoed ook niet bij de man met wie ik heb afgesproken. Thierry de Bels is econoom, wetenschapper, docent en hij schrijft al 10 jaar over de beurs en de banken. Dit reddingsplan is volgens mij goed op korte termijn. De financiële markten reageren ook positief, maar ik denk dat op middellange en lange termijn er sowieso weer een crisis zal ontstaan en er zal opnieuw een eurotop nodig zijn om de euro te redden. Uw collega's Paul de Grauwe en Ivan van der Kloot zijn misschien iets optimistischer, maar echt gerustgesteld over wat er vorige nacht is gebeurd. Dat zijn ze toch ook niet. We luisteren even. De Italiaanse overheidsschuld bedraagt 1900 miljard. Dus dat betekent dat er een probleem zal ontstaan zodra de schuld van Italië onder druk komt. Hè. Als de obligatiehouders dat beginnen te verkopen, ja, dan gaat er een probleem ontstaan, omdat de beleggers weten dat dat fonds onvoldoende middelen zal hebben. En dus de geloofwaardigheid van dat fonds is eigenlijk niet groot. Wel, in de internationale en vooral Angelsaksische pers spreekt men van een waterpistool in plaats van een bazooka. Waarom is het oordeel van de internationale gemeenschap zo streng? Omdat we eigenlijk weten dat de markt niet tevreden gaat zijn totdat er een oplossing is voor al de schuldproblemen. Er wordt een vergelijking gemaakt met enerzijds een bazooka. Volgens sommigen is het een bazooka, dat wil zeggen het is een stevig wapen. Volgens anderen is het een waterpistooltje, hè, om letterlijk meneer Van der Kloot te citeren. Wel, eigenlijk hebben ze allebei gelijk en het lijkt een beetje merkwaardig om dat te zeggen. Het is natuurlijk niet niks, hè. 1000 miljard euro, dat is een gigantische som. Dus is het een bazooka, maar tegelijk is het peanuts, want op de financiële markten 1000 miljard euro, dat is op enkele minuten is dat weg. Grotere rol van de Europese Centrale Bank, daar pleit de Grauwe voor, wat vindt u daarvan? Wel, als economist kan ik hem enigszins volgen, ik ga er niet helemaal mee akkoord, maar eigenlijk is dat een zinloze discussie, want Duitsland zal altijd zijn of haar veto gebruiken. Maar blijkbaar de Griekse burger wordt daar niet vrolijker van, hè? Omdat het uiteindelijk in de portemonnee van Kostas met de pet weinig verschil uitmaakt. Verbaast u dat, die reactie van de Griekse burgers? Nee, inderdaad niet. Hè. Dus de Griekse burger, ja, die is een beetje moe gestreden. En vergeten we toch niet dat de Griekse schuld ongeveer 350 miljard euro is. Dat is ongeveer even groot als het bbp van België. Δεν πιστεύω ότι κάνανε καλά για όλο αυτό, αλλά ήταν αναπόφευκτο κάποια στιγμή. Χρεοκοπώ σημαίνει κόπτω το χρέος. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει. Ο Γιωργάκης και ο Βενιζέλος είναι για κρέμασμα. Πουλήσανε τη χώρα μέχρι το τελευταίο νησί, μέχρι την τελευταία δραχμή. Ευχαριστώ. Γεια σας. We hebben een Griek, Savas, die woont al heel zijn leven, of bijna heel zijn leven in België. Hij heeft nog wel familie in Griekenland wonen. En we gaan eens luisteren wat hij daarover te vertellen heeft. Voor mij is belangrijk ten opzichte van de Grieken, zeker van mijn schoonfamilie, ook mijn familie, kozijn, nichten, tanten, onkels. En ik heb ook onkels die boven de 65 jaar zijn. Die krijgen pensioen en daar worden geld afgetrokken. Dat vind ik wel niet goed. Voor mij is ook een opluchting dat mijn familie goed is. En ik ben content voor Griekenland op zijn eigen. Oké, Thierry de Bels, een kleine pronostiek. Waar staan we over een jaar met Griekenland en met de euro? Wel, ik durf daar een heel krasse uitspraak over te doen. Ik denk dat de euro zoals we die vandaag kennen, dat die over een jaar niet meer zal bestaan. Dank u wel. En ik kan het niet laten om stout af te sluiten. Want zowel Europees president Van Rompuy als Karel de Gucht hadden het na die drukke nacht op die Europese top gisteren in Brussel allebei over een versterking van het Europees noodfonds van 440 miljard. Tot 1 triljoen euro. Nu, een triljoen, dat is 10 tot de 18e, dat is een miljard keer miljard. In werkelijkheid gaat het, en het zijn nogthans twee verstandige mensen, De Gucht en Van Rompuy, gaat het over 1 biljoen euro. Dat is het 10 tot de 12e, nog een groot bedrag, maar toch 6 nullen minder. Ik mag hopen dat ze gisteren in Brussel beter konden rekenen dan vandaag is gebleken. Heb ik goed gerekend, meneer de wetenschapper? Ja, absoluut. Maar u kunt ook de vraag stellen of er geen verborgen agenda hierachter zit, natuurlijk. Okay, dank u wel.